Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus. In hoc sacroie junio fossas quadragenarius. In de lezing van vandaag komen drie aspecten aan bod, hele belangrijke aspecten van ons leven met Christus, in Christus, door Christus, op Christus gericht en door hem op de Vader gericht. Die drie aspecten zijn autoriteit en heel eenvoudig plaats en tijd. De vraag is over de kwestie: is Christus erkend door de autoriteiten? Dat is heel belangrijk voor ons, want wij moeten dus ook, wanneer wij te maken hebben met autoriteiten, en dat is onvermijdelijk in ons leven, moeten we die autoriteiten, als volwassenen tenminste, op de proef stellen. Wij hebben een zekere verantwoordelijkheid tegenover God. En dat betekent dus dat er autoriteiten zijn die ons helpen om ons voor te bereiden op het afleggen van verantwoording over ons leven dat ons gegeven is tegenover God. Dus wanneer we autoriteiten opzoeken binnen de kerk, dan zoeken we altijd degene op die ons het beste daarop voorbereiden. Of het gezellig is, of het mooi is, of het leuk is, dat is allemaal niet zo belangrijk. Bereid deze autoriteit mij goed voor op de ontmoeting met Christus. Dus het begint met het erkennen van Christus. Net zo goed als dat voor deze mensen in de lezing een probleem was. Hebben ze nou Christus erkend of niet? Als zij Christus erkennen, dan mogen wij ook Christus serieus nemen. En als ze Christus niet erkennen, ja, wie moeten we dan serieus nemen? Moeten we Christus serieus nemen en dan hebben de autoriteiten dus niets meer voor ons, niets belangrijks meer voor ons, dan hebben ze geen enkele betekenis meer voor ons. Of andersom, moeten wij deze autoriteiten volgen in hun ontkenning van Christus? Ja, en dat betekent dus dat we naar Christus niet moeten luisteren. Voor die keuze staan deze mensen. Wie gaan we werkelijk de autoriteit geven? Naar wie gaan we werkelijk luisteren? Wie is werkelijk een instrument van het hogere? Die andere twee aspecten, plaats en tijd, zijn daarmee nauw verbonden. Waar komt Christus vandaan? Moeten we weten waar die vandaan komt? Moeten we juist niet weten waar die vandaan komt? De oorsprong van Christus is natuurlijk van grote betekenis voor waar hij ook is in deze wereld. Is hij relevant in deze wereld? Heeft hij een goddelijke oorsprong? Heeft hij een menselijke oorsprong? Als Christus een goddelijke oorsprong heeft, en dat geloven we, dan betekent dus ook dat we niet overal op iedere plaats van ons leven, van onze weg door dit bestaan, de aanwezigheid van Christus direct moeten opeisen. Moeten willen dat die aanwezigheid voelbaar is. Juist als we ons geloof bevestigen, zal dat vaak gebeuren op momenten dat Christus afwezig lijkt. Dat we hem niet begrijpen, dat we hem niet voelen, hij is er gewoon niet. Juist op momenten dat we getuigenis moeten afleggen en zelfs dat we het martelaarschap moeten ondergaan, dan lijkt het of Christus ons verraden heeft, dat hij afwezig is. En die momenten aanvaarden we in ons leven, omdat dat de werkelijke beproeving van ons geloof is. En met iedere beproeving groeit ons geloof. We kunnen nooit de aanwezigheid van Christus opeisen op de plaatsen waar wij zijn. We kunnen hem er wel brengen door ons geloof. We kunnen de plaats waar we zijn wezenlijk van karakter veranderen door ons geloof. Door ons geloof, door onze aanbidding, door ons gebed wordt een plaats ook gewijd aan God. Een godloze plek
kan een godvolle plek worden. Een plek waar God verblijft, omdat wij er waren en zijn en op ons God hebben gericht. Wij heiligen als het ware die plek. Nou, dan het derde aspect, de tijd, heeft daar natuurlijk mee te maken. Er staat heel duidelijk, zijn tijd was nog niet gekomen. Dus ook de tijd is ondergeschikt aan Christus. Christus komt uit de eeuwigheid. Dus de tijd en de tijdperken en de goede en de kwade momenten, goede, slechte, kwade, wat was het ook alweer, die Hollandse soap, goede, slechte, goede tijden, slechte tijden. Nou, ik heb het nog nooit gezien, dus dat is ook niet zo belangrijk. Maar de tijd waarin we leven, ook daar kunnen wij niet Gods aanwezigheid opeisen. Van nu moet je er zijn. Of natuurlijk wanneer we bekoord worden, kunnen we niet tegen God zeggen, ja, ik had liever niet dat je er was nu. Want ik ben nu even met iets bezig dat het daglicht niet kan verdragen. Dus qua tijd kunnen we ook niet Gods aanwezigheid opeisen. Van nu moet je er zijn. Ja, en nu, sorry, even liever niet. Even niet storen. Christus is afkomstig uit de eeuwigheid. En hij is er dus ook altijd. Maar ook daar zien we weer, er zijn tijden dat wij ons op hem richten. Ja, en om dat werkelijk op een zuivere manier te doen, moeten we ons dus even toch bewust maken dat zonder zijn initiatief wij er niet eens zouden zijn. Dan zouden we geen tijd hebben, we zouden geen eeuwigheid hebben, we zouden helemaal niets hebben, omdat we er niet zouden zijn. God vanuit de eeuwigheid heeft ons geschapen. En dat betekent dat ook daar de tijd die ons gegeven is, die kunnen wij altijd en moeten wij altijd gebruiken voor de echte grote reset, de aanbidding. Het besef dat wij door God geschapen zijn. Die drie aspecten. Welke autoriteit kan ik vertrouwen? De plek waar ik ben, die wil ik heiligen. En de tijd die me gegeven is, wil ik gebruiken om God te vinden. Te beginnen vanuit het gebaar van de aanbidding. Dat zijn die drie aspecten van ons leven. En als we dat steeds beter doorhebben, wat dat betekent, dan kunnen we zeker weten dat we gaan door dit bestaan met Christus. Per esta beata Trinitas consere simplex unitas ut fructuosa sim tui.